Ja, mensen, ik wilde u graag bijpraten over de vervulling van de vacature die gisteren is ontstaan door het aftreden van Bruno Bruins, waar ik u gisteren over heb bericht. Ik ben blij te kunnen melden dat een zeer ervaren persoon bereid is gevonden om deze functie voor de komende 3 maanden te gaan vervullen als tijdelijk minister voor medische zorg, namelijk Martin van Rijn. We kennen hem natuurlijk als staatssecretaris in het vorige kabinet. Hij zal voor de duur van 3 maanden als tijdelijk minister voor medische zorg ons team komen versterken. Hij doet dat op verzoek van het kabinet. Hij doet dat op persoonlijke titel. Ik vind het heel goed en ben heel blij mee dat hij dat doet. Want wij hebben gezocht naar iemand die direct inzetbaar is. Er zijn maar weinig mensen die direct inzetbaar zijn, die onmiddellijk ook het ministerie heel goed kennen en meteen in staat is om onmiddellijk samen met Hugo de Jonge, die de directe verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de coronacrisis gisteren heeft overgenomen van Bruno Bruins, in nauwe samenwerking met Hugo de Jonge deze strijd verder te voeren, uiteraard samen met het hele kabinet. Dat wilde ik u melden en als er vragen zijn wil ik die graag beantwoorden. Ik heb niet gekozen voor een PvdA'er. Ik heb gekozen voor iemand die meteen beschikbaar is, die het ministerie kent, waar ik persoonlijk enorm vertrouwen in heb. Ik heb natuurlijk 5 jaar lang met Martin van Rijn samengewerkt en hij behoorde tot de beste leden van het vorige kabinet wat mij betreft. En deze crisis is zo groot dat partijkleur even niet interessant is. Was hij uw beste keus? Je zoekt de beste persoon en hoe dat precies gaat vertel ik u niet zo. U zegt de duur van 3 maanden. Wij gaan ervan uit dat de grote strijd op dit moment, waar het gaat om corona, dat die zeker ons de komende 1, 2, 3 maanden gaat bezighouden. We hebben het iets ruim gedimensioneerd, 3 maanden. De bedoeling is dat daarna de portefeuille op een normale manier wordt ingevuld met iemand uit de coalitie. Hugo de Jonge is sinds gisteren de hoofdverantwoordelijke voor de bestrijding van de coronacrisis, maar net zoals in de vorige weken. Bruno Bruins dat was, maar Hugo de Jonge daar eigenlijk ook 100% van zijn tijd ook mee bezig was, is de verwachting dat de komende maanden naast Hugo de Jonge, Martin van Rijn 100% van zijn tijd bezig is om gezamenlijk met Hugo de Jonge deze crisis te bestrijden vanuit de medische hoek. Zou het zo zijn dat in de Tweede Kamer er debatten gaan plaatsvinden over zeer politiek gevoelige onderwerpen buiten de bestrijding van corona? Ik verwacht dat niet, omdat de Kamer ook heeft afgeschaald, maar zou dat zo zijn, dan zal Hugo de Jonge zo'n debat voor zijn rekening nemen. Die periode van 3 maanden, u zegt daarna komt dan wel een VVD-minister. Is dat wel wenselijk om steeds weer die wisselingen dan in de We zitten nu in de zwaarste fase van deze strijd zoals we die nu kunnen overzien. We weten niet hoe lang die duurt. In die zwaarste fase telt maar één ding. Dat is dat de mensen die direct inzetbaar zijn, die ervaren zijn, die zich niet hoeven in te werken, die het ministerie kennen, als zo iemand beschikbaar is, dan wil ik die in mijn team hebben. En dan kijk ik niet naar partijkleur. Dit is nu de absolute prioriteit. Hij is bereid dat voor 3 maanden te doen. Maar wilt u hem dan niet voor een langere periode? Maar zullen we nou blij zijn, jongens, dat Martin van Rijn, die in heel Nederland, denk ik, zoveel respect heeft als bestuurder, als ervaren iemand, met een man met een enorm hart voor de gezondheidszorg, dat hij nu voor 3 maanden beschikbaar is dit te doen. En laten we even kijken hoe de wereld er over 3 maanden uitziet. Het gaat, wat mij betreft, vanmiddag, maar hij zal uiteraard beëdigd moeten worden, maar het inwerken, het achter de schermen gaan meedraaien, begint onmiddellijk. De formele, de koning, Stefan, is maandag. De beëdiging is maandag. Maar hij gaat gewoon nu zich inwerken en draait helemaal mee. Ja, alle andere vragen over corona beantwoord ik vanmiddag in de normale persconferentie. Zijn er nog vragen over Martin van Rijn? Ja. De taakverdeling, hoe ziet die eruit? Nogmaals, Hugo de Jonge is minister van VWS, is de eerste verantwoordelijke voor de bestrijding van de coronacrisis. Martin van Rijn is minister voor medische zorg, tijdelijk voor 3 maanden, is uiteraard co-bestrijder van de coronacrisis. Hugo de Jonge heeft zijn focus natuurlijk in de eerste plaats liggen op het terrein van de ouderenzorg. En zijn hele portefeuille. Martin van Rijn zal natuurlijk zijn eerste focus hebben liggen op het terrein van de medische sector, de ziekenhuizen, de acute zorg. Maar zij doen dat samen. Ook in de afgelopen weken zag je dat duo van Hugo en Bruno dat samen deed. Het is nu het duo Hugo-Martin.
Die twee kennen elkaar goed. Zij zien er ook zeer naar elkaar uit om met elkaar te gaan samenwerken. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Over de uitgaven voor de ouderenzorg, voor de verpleeghuiszorg. De kamer voelt... Nee, ik ga u onderbreken. Luister. Wij zitten op dit moment in een van de grootste crisis uit de Nederlandse geschiedenis. Zullen we even blij zijn dat iemand die zoveel ervaring heeft, die bereid is dit nu te gaan doen. Dat is voor heel Nederland goed nieuws. Ik ben ontzettend blij dat hij bereid is op persoonlijke titel ons team voor de komende 3 maanden te gaan versterken. We gaan over 3 maanden, ga ik uitvoerig met u evalueren, het kabinet Rutte 2 en bezuinigingen of niet en weet ik veel, gaan we allemaal bespreken. Maar volgens mij wil Nederland nu maar 1 ding. Dus dat we het niet daarover hebben, maar dat we die coronacrisis bestrijden. En dat we dat doen met de beste mensen in het team. Dus ik hou er nu over op, we zien elkaar vanmiddag weer. Hè? Nog een keer. Uit het verleden. Meneer Martin van Rijn, hou nou op. Wees blij dat hij komt. Laten we als Nederland blij zijn dat deze man bereid is dat te doen. Dat hij in het landsbelang zegt, ik ben niet van een van de partijen in deze coalitie. Ik ben bereid op persoonlijke titel mijn enorme ervaring, mijn kennis van het ministerie in te zetten. Daar ben ik blij om. Ik denk dat dat heel Nederland veel vertrouwen kan geven. Dat wij daar nu weer een heel sterk duo hebben zitten. Na het sterke duo van Bruno Bruins en Hugo de Jonge. Nu het sterke duo Hugo de Jonge, Martin van Rijn. Dank jullie wel. Ik zie jullie vanmiddag weer bij de gewone persconferentie.